Goedenavond en welkom bij Mensenwerk. Een programma van Studio 040 dat een kijkje achter de schermen geeft bij maatschappelijke organisaties. Want wat gebeurt daar nou eigenlijk en wie werken daar nou? Ik ben Mariska Hazen, ik ben 31 jaar en werk in de Archipel Erebrand als fysiotherapeut. Mijn cliëntengroep is eigenlijk de doelgroep ouderen. Ik zie daar cliënten zowel intern van de gesloten afdeling, vanuit het verzorgingshuis, maar ook cliënten vanuit buiten. Die komen hier om met lichamelijke klachten te leren omgaan en daarvan te revalideren. Dus bijvoorbeeld mensen na een revalidatie van een nieuwe knie of een nieuwe heup leren we weer echt lopen, zodat ze zelfstandig kunnen zijn en zelfredzaam worden en uiteindelijk ons niet meer nodig hebben en hun eigen dingen kunnen doen. 7 minuten bezig? Ja. Prima. 2,8 kilometer nu. Vorige keer had je 3,9, dus probeer in die buurt te komen. Dat zal wel lukken dan, denk ik, hè? Jawel. Ja. Keurig. We hebben sinds een jaar geleden zijn we eigenlijk met een paar designers gaan zitten. Die kwamen eigenlijk met een idee van hoe kunnen we nou ouderen in de wijk motiveren om met zichzelf bezig te blijven, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Zij zijn hier in huis gekomen en via de fitnessgroepen hebben we eigenlijk bedacht, het is heel leuk om iets te doen wat we buiten kunnen doen, wat mensen zelfstandig kunnen doen en wat eventueel onder begeleiding kan zijn. Daar is een looproute uit voortgekomen met allerlei verschillende oefeningen om het hele lichaam zo sterk mogelijk te houden. Dan gaan we dadelijk voeten tegen elkaar aanzetten. Dan gaan we een klein pasje naar rechts maken. En weer een klein pasje naar links. En weer een klein pasje naar rechts. Van jullie wil ik dadelijk dat jullie bijna gaan zitten. Dus goed de billen naar achteren steken, door de knieën zakken. En dan weer rustig gaan staan. 7, 8, 9. Wij gaan als fysiotherapeut steeds vaker aan huis bij cliënten. Men wil toch dat de cliënten eerder naar huis gaan vanuit het ziekenhuis, natuurlijk om de kosten te besparen. Daardoor komen wij ook bij de cliënten aan huis. In dit geval was dat een dame met een nieuwe knie die na 6 weken revalidatie zat. En strek hem maar weer op. Kom op, strek hem. Goed zo. In het begin was had ik wat startmoeilijkheden, pas uit het ziekenhuis. En het ging allemaal nog niet zo lekker. En een beetje angst van hoe moet het allemaal. Ik ben alleen en hoe moet het allemaal. Ja. Maar dus achteraf gezien toch goed meegevallen. Het is natuurlijk ook wel een beetje eigen wilskracht. Maar toch echt wel, het meeste heb ik toch wel aan Mariska te danken. Nou, in eerste instantie had ik dat vroeger wel. Wilde ik graag inderdaad de mensen, jonge mensen trainen. Ik ben toen eigenlijk in aanraking gekomen met ouderen en daar ben ik eigenlijk helemaal verliefd op geraakt. Voor hun is het gewoon topsport wat je aan het doen bent en het enige wat anders is, is dat ze ouder zijn. Daardoor moet je met heel veel factoren rekening houden. Wat het soms ook heel erg zoekend maakt. En dat vind ik juist de uitdaging om daarin het beste voor de cliënten te maken en dat ze ook het goede resultaat krijgen wat ze willen.